steun verlenen aan de miljoenennota. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Ouwehand. Dan zal ik zo te woord geven aan de heer Van der Staaij. Het woord is aan de heer Van der Staaij namens de SGP. Dat neemt u allemaal weer mee, meneer Van der Staaij. Ja, het is geen hoedendoos, zoals ik onderweg hoorde zeggen. Maar wat het wel is, dat komt op ongeveer 2/3 van mijn verhaal. Dus dan weet u ongeveer hoe ver ik ben. Mevrouw de voorzitter, we komen er allemaal vaak langs. Maar ik weet niet hoe het u vergaat. Je loopt er meestal zomaar achterloos aan voorbij. En ik doel dan op dat grote standbeeld van Willem van Oranje, dat al sinds 1848 op het plein staat, hier gelijk bij de ingang plein. Heeft u het wel eens rustig bekeken? Eerlijk gezegd ben ik het pas kort geleden echt gaan doen. En dat kwam, merkwaardig genoeg, doordat er heel veel te doen was over standbeelden, dat verlichte mensen druk in de weer waren om allerlei standbeelden te bekritiseren of zelfs omver te halen. Dat ze erachter waren gekomen dat die mensen uit het verleden geen heiligen waren, maar kinderen van hun tijd. En om die reden vonden ze de standbeelden van die ooit goede mensen nu fout. Nou, zo kwam ik dus ook bij dat standbeeld hier op het plein. En er is heel veel te zien eigenlijk op dat standbeeld. Ik wil het vandaag maar over één klein onderdeel van dat monumentale standbeeld, het is echt heel groot, van Willem van Oranje op het plein hebben. Op de sokkel, en dan precies aan de kant van ingangplein, trof mij een afbeelding van een vogel, het blijkt een ijsvogel te zijn, die vliegt boven een woelige zee. En het is eigenlijk wel heel bijzonder dat het nest met jongen rustig op de golven deint. Ziet u het voor zich? Als dat niet het geval is, dan verwijs ik u graag naar mijn Twitter, Facebook of Instagram, want daar is de afbeelding ook zichtbaar als het goed is. Vanaf nu. Ja, je moet het toch een beetje voor je zien. En dan is er ook een omschrift, zo'n tekst omheen geschreven. En daar stond een diepzinnige Latijnse spreuk. Saevis tranquillus in undis. Eerlijk gezegd, geen idee wat dat betekent. Dus ja, Thierry Baudet was net even niet in de buurt. Dus die kon ik het ook niet vragen. Ik zag Ronald van Raak lopen, maar ja, die was ook druk in de gesprek. Volgens mij over het graf van Johan van Oldenbarneveld, dus die wil je ook niet storen dan. Maar vaag herinnerde ik me dat ik wel eens een boek met diezelfde titel in een boekenkast zien staan van een goede vriend. Dat boek heb ik opgesnort. Tranquillus. Tranquillus. Ik heb het bij twee docenten klassieke talen nagevraagd en die zeiden tranquillus. Dus ik hou het erop, meneer Barden. Dat boek heb ik opgesnort in de, inderdaad in de boekenkast van die goede vriend. En dan blijkt het een toelichting op het beginselprogramma van de ARP te zijn. Antirevolutionaire Partij. In 1980 opgegaan in het CDA. Een dik boek van bijna 600 bladzijden uit 1934 van de bekende Hendrikus Colijn, minister-president van 5 kabinetten in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Dat hij daar nog tijd voor had, zie ik de minister-president denken. Ja, daar heeft hij het ook wel over, dat het best een hele klus was om die tijd ervoor te vinden. Maar hij was ook zo vriendelijk om een vertaling te geven van die Latijnse term. En het betekent kalm te midden van grimmige golven. IJsvogel en spreuk blijken een lange geschiedenis te hebben. We zien het ook op het grafmonument van Oranje in de Nieuwe Kerk in Delft. Het was een van de lijfspreuken van Willem van Oranje. Om zijn kalme vastberadenheid te beklemtonen in de onrust van zijn tijd, de 80-jarige oorlog. En op verzoek van Charlotte de Bourbon, echtgenote van de prins, is in 1577 een speciale penning geslagen met aan de ene kant de prins en aan de andere kant de lijfspreuk met de ijsvogel. En dat beeld gaat terug op de Griekse mythe dat de ijsvogel zijn nest boven de golven bouwt en daarmee de hoge golven trotseerde. Daarmee stond het prachtige diertje symbool voor trouw en onverzettelijkheid. Ja, minister De Jonge
zag ik net even, als ik het goed zag, veelbetekenend glimlachen toen ik het over dat boek had, die 600 bladzijden van Colijn. Van zie je wel, soms heb je wel even wat woorden nodig om iets duidelijk te maken. Maar ere wie ere toekomt, hij zelf heeft 9 jaar geleden al op Twitter een foto geplaatst van een wandkleed met erop diezelfde tekst. Saivis tranquillus in undis. Rustig te midden van de woelige baren. En minister De Jonge maakte in die tweet gelijk de toepassing. Past mooi bij het begrotingsproces. Nou, daar kom ik gelijk op de politieke toepassing. Inderdaad, ook nu is die lijfspreuk van de vader des vaderlands een gepast motto. Rustig te midden van de woelige baren. Rust en kalmte bewaren, maar tegelijk alert en waakzaam zijn. Een vaste koers varen. En inderdaad, de golven van de coronacrisis zijn heftig. Een minuscuul virus dat zo'n beetje heel de wereld lam legt. Corona doet ons beseffen dat wij mensen niet alles in de hand hebben. Het is een indringende waarschuwing tegen menselijke overmoed. De golven zijn in ons land minder hoog geworden, maar de storm is nog niet voorbij. Veel mensen zijn in rouw omdat zij dierbaren zagen wegvallen. En veel zorgwerkers komen nog bij van alles wat er gebeurd is. Zij verdienen royale en ruimhartige steun, ook financieel. Het coronabeleid vraagt behoedzaamheid, nauwkeurigheid. Zowel te weinig doen als te veel doen kan grote schade aanrichten. En natuurlijk, deze coronagolf was ongekend. Maar het overheidsoptreden tegen besmettelijke ziekte is natuurlijk niet nieuw. En ook hier kan de geschiedenis leermeester zijn. Ik heb nog eens even zitten lezen in dat net genoemde boek van premier Colijn wat hij hierover schreef in zijn toelichting op het antirevolutionaire programma. En dat was eigenlijk heel interessant. Er stond een belangrijke waarschuwing in. Edoch, ik citeer, edoch, juist door de grote betekenis die aan de hygiëne met betrekking tot besmettelijke ziekte toekomt, dreigt het gevaar voor hypertrofie van de overheidszorg ten koste van individu en gezin, ten koste van de taak der maatschappij. Dat gevaar signaleert Colijn en hij voegt eraan toe. En dit gevaar verkreeg een te ernstiger aanzien naar gelang staatsabsolutistische opvattingen meer ingang vonden en het gezag waarmee de wetenschap preventieve maatregelen ter voorkoming van besmetting aanbeval in aanzien won. Dus opvatting over de staats, wat moet de staat precies doen en wat hoort bij de samenleving, en het gezag van de wetenschap die allerlei preventieve maatregelen ook naar voren bracht, dat maakte dat gevaar eigenlijk nog ernstiger. Ik vond dat een rake analyse. Er zit maar één woord Latijn bij, hypertrofie. Nou, ik weet niet of het de eenvoudige antirevolutionaire lezers waar dit boek voor bedoeld was, gelijk duidelijk was. Ik heb het zelf maar even nagezocht. Een hypertrofie is een medische term voor een gevaarlijke opzwelling. Een enorme, een abnormale toeneming van de omvang en gewicht van een orgaan. En ik ben benieuwd, als Colijn al zoveel jaren geleden zei van ja, dat is wel een beetje een risico bij de aanpak van besmettelijke ziekten, dat je te veel het eigenlijk allemaal bij de staat legt, dat er gevaar voor hypertrofie is, dat je met alle goede bedoelingen en goede inzet daar toch ook in doorschiet, ziet de minister-president ook dit gevaar bij de bestrijding van het coronavirus. En ik wil hoe dan ook, denk dat dit een belangrijk waarschuwingsbordje is wat we ook mee mogen nemen. Pas op voor hypertrofie. Voorzitter, nog één zin uit dat oude ARP-beginselprogramma over de aanpak van besmettelijke ziektes. Want ik vond eerlijk gezegd dat daar nog één prachtzin in stond die ik toch even wil noemen. Want er wordt natuurlijk ook aangegeven, er is een belangrijke taak voor de overheid. Maar er wordt direct een belangrijk voorbehoud aan toegevoegd. Behoudens de vrije beschikking van een iegelijk over zijn eigen lichaam en zijn eigen conscientie. Nou, daar zit opnieuw één woord Latijn bij, conscientie. Dat is geweten. Geen gewetensdwang dus, geen vaccinatiedwang. Kunnen we de regering daar ook aan houden, vraag ik. En nog even dat standbeeld van Willem van Oranje. Hij hield in 1564
in de Raad van State een uitgebreide reden waarin hij de uitspraak deed: ik kan niet goedkeuren dat vorsten over de gewetens van hun onderdanen heersen. En ik zou zeggen, laat dat ook richtsnoer zijn en blijven. Mevrouw de voorzitter, de coronacrisis raakt mensen niet alleen in hun lichamelijke gezondheid of hun welbevinden. Het raakt mensen ook in hun portemonnee. Denk aan mensen die wakker liggen over de vraag of hun bedrijf het wel gaat redden. Of ze tobben over hun baan. En ik wil ook vandaag hier zeggen, het is goed en belangrijk dat er steunmaatregelen kwamen om de golven te doorstaan. Het kabinet deed hierin goed werk. Ik wil aandacht vragen voor nog een specifieke groep studenten die door het wegvallen van inkomsten uit bijbaantjes in de problemen komen. De tekortkomingen van het huidige leenstelsel worden hier extra pijnlijk gevoeld. Ons voorstel is: geef studenten uit gezinnen met een middeninkomen voortaan ook een echte tegemoetkoming in de studiekosten, in plaats van hen met een lening op te zadelen. Dat is tegelijk ook een welverdiende steun in de rug voor de bijspringende ouders. Zeker niet in de laatste plaats de eenverdieners onder hen die fiscaal nog steeds de klos zijn. Met hetzelfde gezinsinkomen 4, 5 of 6 keer zoveel belasting moeten betalen. Graag een reactie op dit punt. Voorzitter, de overheidsfinanciën verkeren door de coronacrisis in zwaar weer. De Raad van State zei gisteren in commentaar: het schip van staat dobbert op woelige baren. En ankers voor politieke keuzes zijn lastiger te formuleren dan ooit, maar tegelijk meer noodzakelijk dan ooit. Terecht. We kunnen dankbaar zeggen dat juist de eerdere behoedzaamheid, waar de SGP altijd aandacht van heeft gevraagd, het nu mogelijk maakt om royaal steun te geven in crisistijd. De weg terug naar behoedzaamheid is wel een lastige. Al te makkelijk wordt van de nood een deugd gemaakt. Wanneer gaan we weer terug naar het oude financiële normaal? En hoe voorkomen we dat, net als bij vorige crisissen, de investeringen in bijvoorbeeld defensie achterblijven? Mevrouw de voorzitter, golven van de afgelopen tijd kwamen niet alleen van het coronavirus. Grimmige golven van geweld en criminaliteit waren er ook. Het was een onrustige zomer in veel steden en gemeenten. Een kalme, maar doortastende aanpak is ook nodig in de strijd tegen criminaliteit. Een vraag hierbij is: in hoeverre zit er achter de onrust in de grote steden ook niet een integratieprobleem? Als er sprake is van een oververtegenwoordiging van bijvoorbeeld jongeren van Marokkaanse of Antilliaanse komaf, moet dat niet gecamoufleerd worden, maar eerlijk onder ogen gezien? Dan kun je de problemen ook gericht aanpakken. Is het kabinet daartoe bereid? Een fundamentele bedreiging voor de veiligheid in ons land is de drugsgerelateerde criminaliteit. Nederland staat helaas inmiddels als narcoland te boek. Met grote woorden is door dit kabinet gezegd dat het niet te tolereren is. Heel goed, maar zitten we nu echt op koers? Wordt het niet hoog tijd de straffen voor drugscriminaliteit fors omhoog te brengen? Mevrouw de voorzitter, op de Wereldzee zien we veel woedende golven. Een opvallend lichtpuntje in een roerig Midden-Oosten was de vrede die Israël en de Verenigde Arabische Emiraten en onlangs ook Israël en Bahrein sloten. Hopelijk krijgt dit navolging. In de Mensenrechtenraad, waar Nederland nu lid van is, zou Nederland werk maken van het schrappen van het vaste agendapunt om Israël de maat te nemen. Is dat al geluk? Wordt het niet hoog tijd het rustige gesprek en de samenwerking met Israël te zoeken in de associatieraad? Zeer verontrustend blijft het antisemitisme dat zowel dicht bij huis als wereldwijd steeds weer de kop opsteekt. Het is een gevaarlijk monster. Al jaren praten we hierover, over meer lik op stuk, betere registratie. Zijn hier nu al stappen gezet? De herdenking van 75 jaar vrijheid heeft ons weer met de neus op de feiten gedrukt. Dat verschrikkingen uit het verleden niet zomaar met een toverstok verdwenen zijn. Vrijheid is een geschenk, maar ook een opdracht. Mevrouw de voorzitter, de ijsvogel mocht van de historicus Huizinga wel een nieuw nationaal symbool worden. De ijsvogel heeft in ieder geval nog het 10-gulden biljet van 1997 gehaald. Helaas maakte de komst van de euro hier een einde aan. Maar het blijft een aansprekend beeld. Rust te midden van onrust.
En dat ijsvogeltje is ook een heel mooi beestje. En dat zeg ik niet omdat de kleuren oranje en blauw ook nu net de kleuren van de SGP zijn. Maar het is gewoon een mooi beestje. En voorzitter, dit is de onthulling die ik had beloofd. Ik heb er eentje meegenomen. En ik weet dat u niet van gefladder in de zaal houdt, dus het is een rustig exemplaar. Goed. Ik ben benieuwd. Hij is wel mooi. Dat is wel mooi, hè? Nee, ik kan helaas maar één weggeven. Maar ik denk dat u wel tevreden bent over de bestemming van deze ijsvogel. Het is inderdaad leuk om die een beetje onverwacht cadeau te geven vanavond. Maar daar kom ik zo op. Maar eerst nog even dit. Het is mooi om te zien hoe die ijsvogel ook in de Nederlandse oranje geschiedenis ook steeds weer terugkomt. Als ik het wel heb, had koningin Wilhelmina een beeldje van een ijsvogel op haar bureau staan. En de omslag van haar memoires, eenzaam maar niet alleen, toont in ieder geval aan dat ze de ijsvogel koesterde. En in zijn toespraak bij de inhuldiging verwees koning Willem-Alexander ook weer naar die spreuk. Want hij prees zijn moeder en zei: u hield een stabiele en zuivere koers aan in een lange traditie, rustig te midden van de woelige baren. Nou, voorzitter, dat is een kernvraag ook voor het debat van vandaag. Wat is de koers van het Nederlandse schip van staat? Ik zag eens een bootje waarvan de stuurman riep: we liggen op koers. Maar in feite werd hij door de grote golven van grote boten en de heersende wind in één richting gedreven. En hoe staat het eigenlijk met die eigen Nederlandse koers? Het viel mij ook in de achterliggende jaren weer op bij veel onderwerpen zoals de inzet in Europa. Het klimaatbeleid, bij het asielbeleid, bij de koers voor onze landbouw horen we heel vaak: we kunnen maar één kant op, want de Europese Unie-regels of de VN-verdragen dwingen ons daartoe. Maar onze zorg is dat het draagvlak voor de gekozen koers bij de bevolking ondermijnt. Het verstikt onze vrijheid. En die onrust zagen we ook terug bijvoorbeeld bij de demonstraties van boeren. Mijn oproep is daarom: laat Nederland zich sterk maken voor meer nationale politieke ruimte. Ruimte voor een eigen koers. Dat geldt tegenover andere landen in Europees verband, maar dat geldt evengoed ook tegenover bijvoorbeeld grote bedrijven. Het kan toch niet zo zijn dat Facebook of Twitter bepalen wat we wel of niet als meningen op internet mogen plaatsen. Vrijheidsrechten gelden niet alleen tegenover de burger, maar moeten ook waargemaakt worden tegenover machtige bedrijven. En mijn vraag is daarom ook: wil het kabinet zich inzetten voor meer digitale soevereiniteit? Digitaal lopen we steeds meer risico's. Een geslaagde inbraak op het computersysteem kan een bedrijf of een instelling hard raken. De bestrijding hiervan gebeurt nu versnipperd. Wil het kabinet meer werk maken van zeg maar een digitale generaal of een gemeenschappelijke bundeling van krachten waarbij onze digitale veiligheid beter wordt beschermd? Maar voorzitter, welke koers volgen we? Een vaste koers en een goede richting is naar de diepe overtuiging van SGP gelegen in het volgen van het kompas van het woord van God. Zijn geboden, beloften, ook als dat tegen de stroom ingaat. Ik denk daarbij aan de waarde van de bescherming van het kwetsbare leven. Zowel in het prille begin als in de levensavond. Abortus euthanasiewetgeving ondermijnde dit. Wij hebben al eerder aangegeven, zullen er ook weer in dit huis op terugkomen, dat hier een fundamentele koersverandering nodig is. Te midden van de grimmige golven die ons dag in dag uit bezighouden, is ook rust nodig. Daarom is een goed gezinsbeleid zo belangrijk. Investeren in een veilige haven. Maar ik denk ook aan de rustdag. Hoe zullen we tranquilus zijn zonder de tijd te nemen om op adem te komen? Niet toevallig citeerde notabene de liberaal oud, een van de oprichters van de VVD, de woorden saevis tranquilus in undis, in de Kamer die woorden bij de behandeling van de Zondagswet van 1953. Wat mij en anderen opviel in de afgelopen maanden, was dat veel mensen ook ineens meer rust ervoeren. Geen volgeplemde agenda's en hectiek. Het was eigenlijk voor veel mensen ook wel een sabbatservaring, van ophouden weten. Een Joodse rabbijn zei eens heel mooi dat de sabbat het kostbaarste geschenk is dat de mensheid uit de schatkamer van God ontvangen heeft. Tegengaan van de veralledaagsing. Wat is onze vrijheid waard als er geen rust meer is om die vrijheid te beleven?
En ik zou daarom wensen dat het kabinet ook werk zou maken van wat ik zou willen noemen een geestelijk klimaatbeleid. Het loont om meer in te zetten op de behoud van zondag als gemeenschappelijke rustdag. Dat verdraagt zich niet met de tendens dat winkeliers gedwongen worden om op zondag de deuren te openen. En daarom ook, weet dat er wetgeving in voorbereiding is, maar onze oproep is, kom met meer dan er nu gebeurt. Voorzitter, ik ga afronden. Rust bewaren in lastige tijden. Er zit ook een element van overgave in. Goed je best doen, maar het dan ook uit handen durven geven. Dat geeft rust in plaats van kramp. Op die penning die ik eerder noemde, die in opdracht van Charlotte de Bourbon is gemaakt, is ook een zon afgebeeld, maar daaruit een arm die Christus symboliseert. Er schijnt een zon boven een onrustige zee, met daarbij de letter CHRS, wat staat voor Christus. En inderdaad, echte, diepe rust vinden we door hoger op te kijken. Tot hem, die eens terwijl zijn volgelingen angstig naar de golven keken, de storm op zee tot bedaren bracht. Het roer is veilig in zijn handen. Ten slotte dit. Mijn bijdrage begon ik met de ijsvogel als symbool voor rust als het stormt op zee. En ik wil er ook mee eindigen. Ook in de Tweede Kamer, hier in deze zaal, gaan de zeeën soms hoog. Vandaag ook weer gezien. Grote woorden, harde beschuldigingen, scherpe tongen, heftige confrontaties. En te midden van die woelige politieke baren zijn er altijd mensen die gelukkig rustig en onverstoorbaar hun werk blijven doen. En die ons ook op de achtergrond helpen de rust te bewaren. Ik heb het over onze kamerbodes. Zij zijn het, mevrouw de voorzitter, die onder uw leiding de kalmte bewaren. En als dank daarvoor zou ik graag aan hen deze ijsvogel willen overhandigen voor een plaatsje in de bodenkamer of op het bodenstation. Zie het als een blijk van waardering voor hen en voor al het andere kamerpersoneel dat achter de schermen bijdraagt aan onze parlementaire democratie, aan rust te midden van de woelige golven. Nou, dat is heel mooi. Dat is een hele mooie waardering, meneer Van der Staaij. En dat hebben ze echt verdiend. Dank u wel. En ik neem aan namens de hele Kamer. Dan geef ik nu het woord aan de heer Azarkan namens DENK. Dank u wel, voorzitter. Het is toch knap hoe collega Van der Staaij het publiek kan boeien. Want ik zag zowaar vrijwel alle bewindslieden met open mond luisteren naar het mooie verhaal wat hij afstak. Voorzitter, we begonnen dit debat heftig.